Longa 30 heeft revanche genomen voor de 0-5 nederlaag die het 2 jaar geleden leed in de derby tegen RKZ VC. Onder het toeziend oog van 3000 toeschouwers werd het in de Oost-Gelderse derby 0-2 voor de gasten uit Lichtenvoorde. Daarmee wonnen ze voor het eerst na ruim 40 jaar weer eens van de club uit Zeeland. Ja, fantastische avond voor ons natuurlijk. Het begin was niet goed van de wedstrijd. Ik denk dat je dat ook wel langs de kant kon merken aan mij, dat ik niet tevreden was. Maar het eerste half uur hebben we overleefd. We konden misschien een beetje goed weg met de bal op de paal. Maar we knokten ons wel terug in de wedstrijd. En ik moet wel zeggen dat het tweede gedeelte van de eerste helft, dat wij al wel langzamerhand wat dominanter werden. En misschien kwam voor ons dan achteraf wel de rust wat te vroeg. Maar tweede helft waren wij denk ik wel heer en meester. En daarom ook terecht dat we gewonnen hebben. Waar heb je het laten liggen? Ja, goed, met name denk ik ook het niveau wat we hebben. Een aantal mensen die totaal niet in de wedstrijd zaten. En op middenveld wel aardig overlopen. Met name ook in de duelkracht vond ik. Dat we het af lieten weten. We wisten dat Longa heel veel zou willen duelleren. Dat is iets waar wij soms wel eens minder prettig vinden. En dat heeft Longa goed gedaan. En ze hebben er keihard voor gewerkt. En op een gegeven moment slagen ze ook in om over ons heen weg te voetballen. Terwijl wij kwalitatief gezien genoeg in huis moeten hebben om onderuit te voetballen. Wat betekent deze wedstrijd voor jou? Nou ja, best wel veel. Omdat je natuurlijk 2 jaar geleden, voor mij persoonlijk, ja, ga je schaamteloos met 5-0 eraf. En je kan wel zeggen dat is een hele andere wedstrijd, maar het zit echt wel in je achterhoofd. Het zijn maar een paar jongens die toen gespeeld hebben. Ja, en ja, ik voelde het al binnen de ploeg ook. De kopjes stonden goed. En we waren gebrand. En natuurlijk 2 keer verloren, maar ja, weet je, dan is het perfecte medicijn om hier punten te pakken. Ja, dat hebben we gedaan. Dat was gewoon top. Dit zijn de mooiste potjes. En daar doe je het voor. Daar leef je gewoon echt de hele week naartoe. En ja, dat dan zo'n slechte wedstrijd speelt tegenovergestelde van 2 jaar geleden. Ja, dat is uitermate jammer voor mezelf, maar ook voor de meesten van het team. Ja, dat is gewoon. Maar we hebben het publiek ook niet kunnen vermaken en dat was ook de doelstelling. En dat willen we toch altijd wel in Zeeland. En dat, ja, vaak lukt dat wel. Ja, vandaag kwam het helemaal niet eruit. Het was echt ondermaats. Ik denk dat jullie ook niet hebben genoten volgens mij. Ik zie de cameraman neerschudden. Ja, dat was jammer.